Wat vindt u ervan dat er zoveel bestuurders in de publieke sector boven de balkenendnorm verdienen? Nou, ik vind dat het om veel te veel geld gaat. Gewoon. Een goed salaris gun ik iedereen. Maar die mensen moeten zich wel realiseren dat het om geld gaat wat eigenlijk bedoeld is voor andere doelen. Namelijk voor zorg voor patiënten, voor mensen die een huis zoeken. Voor de mensen waar het voor nodig is. En als ik dan hoor dat buiten de gesubsidieerde sector, maar dan bij de semi-overheid gewoon zoveel mensen zitten die zelfs meer verdienen dan de minister-president, en dan vind ik dat gewoon echt veel te veel. Publieke sector die wordt betaald met publieke middelen, dus daar moeten we ook voorzichtig zijn met de salarissen. Dat een leidinggevende directeur veel verdient, dat kan ik me voorstellen, maar minister-president verdient ook al behoorlijk. Dus ik vind het niet zo gek als het salaris van zo'n directeur wordt gemaximeerd op het salaris van de minister-president. Je kunt natuurlijk altijd discussie hebben wat er onder zou moeten vallen. Bijvoorbeeld pensioenuitkeringen die horen ook in de berekening meegenomen te worden. Op het moment dat je een leaseauto rijdt en bijtelling hebt, dan wordt het ook bij je salaris opgeteld. Nou ja, en ik heb geen zicht over op welke wijze het ministerie dat optelt en op welke wijze bijvoorbeeld het ziekenhuis dat optelt. Maar daar zou een verschil door kunnen worden verklaard. Wij vonden toen dus dat je, dat vinden we nog steeds, dat je niet meer hoeft te verdienen dan de burgemeester als je in de gesubsidieerde sector werkt. Wij hebben toen ervoor gepleit om te zorgen dat als een instelling iemand heeft die zoveel verdient, dat het dan een weigeringsgrond zou zijn voor die subsidie. Dat vonden de andere partijen toen te ver gaan. We hebben dat iets moeten afzwakken tot een openbaarmakingsplicht. Dus als er bij een gesubsidieerde instelling iemand meer verdient dan de burgemeester, dan moeten we dat nu dus gepubliceerd krijgen.